Goedenavond allemaal, we zijn weer bij een nieuw sociaal blokje. Nou, er wordt wat afgeluld en gepraat op de tv, als ik dat zo mag zeggen. Ons Maris is met de slippen van de jas is ze gevlucht naar Totteringen. Want, wat ze dan gaan doen, dat weet ik niet. Maar ik zou het niet weten, dus laten we even gaan kijken. Ik zie hier een leuk caféke, de Dorpsherberg. Ik ga even kijken, denk. Hey, Peter! Hey, hoe is het? Och, wat leuk. Hey, ik kom hier aanlopen. En wat is hier aan de hand? Ja, er is hier een klein feestje. En dat doen we al voor het zesde jaar. En dat is, zou niet weten, Dorps zondagavond carnaval. Ja, en daar staan er ook niet de minste artiesten, hè? Nee, we hebben in de loop der jaren hebben we wel een beetje een naam opgebouwd en een hoop artiesten. En het peil wordt steeds hoger en het alleen maar beter. Mag ik dan dus hartstikke met jullie mee binnenkijken? Jij mag mee binnenkijken. Ja? Kom, luister, we gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Ja, we gaan naar binnen. Ga binnen. Ja, laat erin. Ik denk nog aan die lady, die lieve kleine lady. En ik denk nog altijd aan haar blonde haar. Die mooie blauwe ogen, ja die hebben mij bedrogen. Maar toch hou ik alleen van haar. Oh, oh, oh. En de benen omhoog gaan we. Het leven is vol zonneschijn, jij was van. En die mooie, mooie uren, ja die zijn voorbij. Zie je vogel aan de muur, is dat die je blok. Want je heel dichtbij de bent op de kluister. Wij staan hier bij de Dorpsberg, in de artiestenruimte. En weet je wie ik dan zie? Prins Snoek incognito. Niet zeggen, ik ben incognito op dit moment inderdaad. Dus niemand mag het weten dat ik hier sta in de artiestenruimte. Nog één dingetje, hè? Ja. Nou heb ik hier Prins Arie, ja. Prins Cornelis. Ik heb natuurlijk wel ergens hier dat dingetje van Totteringen Kijk, zitten. 55 jaar. 55 jaar Totteringen. Maar een echte button van Prins Snoek, die hek nog niet. Nou ja, er is iets fout gegaan dit jaar met het drukken van mijn pin. Dus ik beloof jou dat jij er volgend jaar eentje krijgt van mij. Dat leggen we vast, hè? Volgend jaar een pin van Prins Snoek. Kijk er wel op, hè? Nergens in de Sprookjesbos, daar staat een klein café. En na een dag hard werken mogen alle spookjes mee. Na café het happy end, de Beatles de gecent. De bar wordt overdracht in zon gekend. Zijn jullie net ingevlogen of gaan we nog vliegen? Vliegtuig staat hier voor de deur. Voor de deur? Ga je nog weg? Ja, we gaan zo nog eventjes over China vliegen. Het is altijd en wij zijn op Totteringen Airlines. Dus kijk er wel mee als stewardess. Oh, dat gaat mee. Ja, ik ga zeker mee. En wie van jullie is Co? Ik ben Co. Dus hij gaat met de piloot. En jij bent Co. Ik ben Co. Co piloot. Ons Maris die mag ook overal binnenkomen. Hè? Wat dat betreft heeft zij toch altijd geluk. In Totteringen bleef het nog lang onrustig. Maar kijk eens even wat wij voor leuke fotootjes hebben. En het hondje erbij. Kijk. En dit is nou een hartstikke mooie pinguïn. Een pinguïn. Nou, dat vinden wij hartstikke tof dat jullie dit op willen sturen. Hè? Mochten jullie ons tegenkomen, kijk. Dat is nou de toren van Breda. Als je dan wil armeren met uw botje, dan moet het daar rechts afslaan. Maar we zullen nog wel meer zien, denk ik. Ja, kijk, die zijn goed bezig. Kijk, die trekken er eigenlijk nergens niks van aan. Neem lekker een blikje cola of bier mee. En dat is het. Oh, en dit is de laatste foto. Carnaval ga ik dit jaar dronken. Ja, ik weet niet, worren of willen. Oké, kijk, dus dit, ja, we gaan naar het filmpje, ja. En dat is van Mikey, en dan moet ik jullie even wat laten zien. Want wij hebben nummerke 1667 bij het Mami-spektakel wereldrecord klepperen. Wij hadden tegenover mijn huis een klepperkoning wonen. Nou, ik ben benieuwd of dat er hier ook iemand onder zit.
Kom maar op. Kunnen we gaan kijken. De smee zit er al lekker in, werk ik, hè? Absoluut. Ja, heerlijk. Wat vindt u nou van het Mami-spektakel, dat het elk jaar wordt georganiseerd? Superleuk. Echt superleuk. Jij bent vandaag een lekkere ballonnetjes aan het vouwen. Ik moet even voor de kleine kijken of ik een mooi hondje kan maken. En gaat dat jou lukken? Ja, dat ga ik nou proberen, hè. Heeft het er zin in het klepperen vandaag? Ik wel, Mike. Ja? Jawel. Een mooie traditie, hè? Moeten we neer aanhouden. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Heeft u al voorbereidingen getroffen om straks uw op het allerhardste klepperen? Nee, nog niet. Nog niet. Ik heb er nog in. We hebben de pols een beetje opwarmen. U kunt dan wel de pols opwarmen, maar die is los. Die is los. Verder hier hebben we nog. Jullie zijn collega's van elkaar. Ja, je bent een collega's. Dat zijn veren. Dat is ook wel te zien, ja. We proberen samen de boel een beetje te amuseren. Maar hij gaat altijd voor aanstaan. Altijd hetzelfde. Altijd! Dat moeten we niet hebben, hè? Ik kan daar niet tegen, hè? Ik kan daar niet tegen! Ik mis wel één ding aan u. Ja, mijn outfit. De outfit, waar is die? Vanavond thuis. Vanavond. Even herstellen, Mike. Even bijkomen. Even bijkomen, dat moet ook gebeuren, hè? Oh, ik krijg hier iets. Wat is dit? Liedjes, teksten. De liedjes, teksten. Oh, kunnen meezingen? Een hoedje. Zet hem even op, dan hebben we toch iets. Want ja, dit kan niet, hè? U staat hier, iedereen is verkleed. En u staat hier een beetje erbij van, ja, het is allemaal een worst wezen. Eigenlijk wel. Kijk. Zo. Ja. En hoe vindt u het hier vandaag bij het Mami? Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Een beetje te weinig drank, maar voor de rest gaat het wel. Ja. U bent zelf ook de drank? Ja, ik ben zelf de drank, maar hij moet het halen. Maar ja. Hij doet niks. U moet de drank halen. Wat moet de drank halen? U moet van hem de drank halen, maar hij zegt, ik heb maar weinig drank gezien. Hij heeft heel weinig drank gezien, ja. En waarom moeten we er niet iets aan gaan doen? Ja, nee, je moet eerst even klepperen natuurlijk. Eerst verplichten. Ja, maar dat is pas zo. We hebben nog wel eventjes. Nou, dan gaan we straks even drank halen, ja. Goed zo. Ja. Ik ben de boswachter. Ja, ze zeggen het. De boswachter. Ja, de boswachter. De boswachter. En wat doet de boswachter? Niks. Niks? Nee. Nee, wij wachten op het bos. Wij wachten tot het bos eraan komt. En dan kunnen we lang wachten, denk ik. Ja. U bent gehackt. Ja, weet ik. Oh jee, dat is wel vervelend. Wel vervelend, ja. Ik weet er alles van. Hoe is het gebeurd? Ja, vanochtend. Ik stond op en ik was gelijk gehackt. En hoe, ja, maar nu de vraag, hoe komt u er weer vanaf, hè? Nou, ik verwacht woensdagochtend. Ja. Heeft u er zin in de recordpoging klepperen? Ja, heel erg. Ik keek er naar uit. Dus ja, wij waren al vanochtend om 6 uur wakker en hebben al geoefend. Ja? Buitenbuit bij Ikea. Oh, buitenbuit bij Ikea. U gaat gelijk reclame maken voor sorry. De Ikea. Dat kunnen we niet doen, hè? Kleppen. Kleppen we er even overheen. We staan thuis te oefenen. Alle kleppers liggen klaar. Voor de spiegel thuis. Ja, precies. Samen met mijn broer. Samen met je broer. Ja. Met Joeri. Ja, met Joeri. Gezellig. Wel een gezellige druktebliet thuis. Ja, zeker. Zijn moeder in ieder geval houden van met dat geklepper allemaal? Nee, ze vinden het allemaal prima. Kan altijd bij ons. Schouder. Nou, dankjewel. Veel succes zo meteen. Dankjewel. Is je broer er ook nog aanwezig? Ik weet niet waar mijn broer is. Nou, zeg even dat hij moet komen. Joeri, je moet even komen. Joeri, echt doen, hè? Ja. Die praten niet, hè, die dingen. Dat mag niet als meerspeler, dat mag je niet praten. Dat is wel moeilijk voor u, denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Hallo. Je hebt je klepper al vast. Ja. Je moet hem even een tape eraf halen, hè? En dan kun je even oefenen. Je moet even oefenen om te klepperen. Ja, dat gaat goed. Denk je nou dat het ons gaat lukken om een mooie recordpoging neer te zetten? Ik hoop het. Ja. Nou, aan jou zal het niet liggen. Nee, aan ons zal het niet liggen, denk ik. Aan jou ook niet? Nee hoor, klepper gewoon mee. Maar, kijk goed. Het coronavirus. Coronavirus. Dus aan u zal het niet liggen in elk geval. Nee, het zal mij niet liggen dat de besmetting. Wij gaan gewoon door. Maar u instrueert ook wel de andere mensen van dit virus? Jawel. Maar ze mogen bij mij gewoon in de buurt te komen. Oh ja, ja, dat is geen. Quarantaine. Dus de vrouwen hoeven voor u niet bang te zijn? Nee, helemaal niet. Ja. Gewoon meteen de polonaise erin. Lekker de polonaise. Ja hoor. Goed zo. Ga gewoon zoenen. Hoe ging die? Oké. Kapot. Heb jij zo hard gekleppen dat hij kapot is gegaan? Je wordt enthousiast, hè? Hou het enthousiast. En dan gebeuren zulke dingen natuurlijk, hè? Natuurlijk wel zien. Hè. Dat waren niet echt allemaal voor professionele mensen gemaakt. Maar
al die leken hebben toch het best gedaan om het spektakel een mooie kleur te geven. Dan wil ik graag nog afsluiten van dit sociaal blok met de oproep. Mensen, stuurt uw filmpjes, uw foto's, alle materiaal. Stuur het naar het social media hashtag Baronie TV. Dan kunnen wij er weer lekker mee uit de voeten. Fijne avond nog.